Dus ik krijg geld als ik mijn afval inlever. Nou, waarom niet? Ik vind het wel goed, want daardoor gaan mensen wel echt vuil wegbrengen en gooien ze het niet zomaar op straat ergens. Je ziet hoe goudmijn het is, 37 cent. Ja, wij doen het naar de handbal, naar de voetbal. Jouw eigen voetbalclub? Ja. Iedereen lakens inzamelen, hè? Oh, u gaat actief... Ja, familie en zo. Je hebt nog oude lakens voor poetslappen, dan ga ik ze hier wegbrengen. 12 euro, één vangst. Niet gek. Nee, inderdaad. Ik denk dat we 2 biertjes van kopen. Dat is 2,84 euro. Oké, dankjewel. 2,84 euro. Heeft u mooi bij elkaar gespaard? Ja, klopt. Ja, dat is voor de jongste dochter. Gaat het allemaal goed, meneer? Ja hoor, dat gaat best. Hoe komt u aan die spullen? Nou, is voor de kleinkinderen. Die hebben allerlei adresjes. En, ophalen en bewaren en sparen. En dan mag oma en opa, die mogen het verzorgen verder. Maar deze kleintjes doen het liever zelf. Wat heb je net gedaan? In de... Heb je het in de prullenbak gedaan? Goed voor jou!